Hallo mensen, fijn dat je kijkt naar deze nieuwe video en vandaag zijn we terug met een nieuwe Call of Duty Black Ops 4 video. Vandaag gaan we namelijk de Sniper Only Game Mode gaan spelen. En wat de Sniper Only Game Mode inhoudt, is gewoon simpel. Iedereen heeft een sniper. Je kan wel zelf je streaks kiezen. Je hebt wel geen equipment die je kan aanzetten. Het is gewoon alles puur met de sniper. Ik heb al heel lang niet meer gesniped, dus waarschijnlijk gaat het echt keihard fout gaan. Maar vind je het leuk, dus ik heb een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op belletje te drukken. En als deze video online komt, zit ik al in Londen. Dus iedereen, veel kijkplezier. Volg me op Insta voor mooie foto's. En we gaan naar het potje. We zijn aangekomen in een potje en het is op de map Slums. En ik hoop dat dit goed gaat. Het is ideaal voor te snipen deze map. En hop aan de zijn. Oh, komt er daar nog een in de deuropening? Kom dan. Oh, die ging mis. Oh, dit gaat zo fout, hè. Dat kan ik je nu al garanderen. En mijn sensitivity staat nog op de normale sensitivity. En ik moet reloaden. Maar hij is dood. Die is ook neer. Oh, my god. Zat er dan nog een? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dat weet ik. Ja, hier zit hij. Hij is dood. Is dood. Een brug. Oh. My god. Oh. My god. Nee, en ik ben hier. Oh, dat was zo slecht. Oh, maar bro, we gingen echt bies. En ik ben mijn score streaks vergeten aan te passen. Als ik deze streaks drop, dan zweer ik je. Dan ben ik de beste sniper in de hele game. Ik weet dat jullie gaan komen, jongens. Ik weet dat jullie gaan komen. Nou, ik heb er al geen zin meer in. Ik ben echt zo'n slechte camper. Ik heb er gewoon te weinig geduld voor. Kom dan terug. Oh, teammate. Oké, nice. Ik heb hem lekker. Lekker. Ik kom terug in mijn rug. Oh. Lekker. Het is wel een lekkere sniper, eerlijk hoor. Holy damn. Normaal gebruik ik altijd de Paladin. En dat was een lekker schot van jullie. GG, man. Nee, normaal gezien gebruik ik altijd Paladin. Alleen ik dacht, ik pak even de Koshika. Oké, ik schoot zonder dat ik het eigenlijk wou. Maar ik ben het best, want ik heb de kill en er zat er hier nog een te schieten. En er zat er daar nog een te schieten, alleen mijn teammate heeft hem. Oh, 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 jongens. Nee. Ik heb er. Jongens, we schieten. We schieten met z'n drieën op één enemy. En niemand die hem kan killen, echt waar. Wow, joh. Nee, die gast kwam eigenlijk ook echt heel de tijd op ons afrennen. En als er iets is wat niet kan, is als er iemand om afremt, rent. En dan van dichtbij schieten. Oh my god, dit gaat zo slecht. En ja, dat waren we. Nee, moeten we zeggen dat die enemies heel de tijd bij elkaar lopen. En dat dat de moeilijkheid is. Want als er één komt, dan komt meteen die andere. En je moet raak schieten. Je hebt eigenlijk één kans om raak te schieten. Schiet je niet raak. Of krijg je hitmarker. Ben je dood. Oh my god. Ja, en slaat die meneer wat een dikheid. Oh, dat is niet eerlijk. Vrienden naar 6D. Oh, en die komt op mij af. God non de G. Van alle 6 de enemies, of van 6 teammates bedoel ik, dat die kan pakken, pak die toch mee. En er staan hier 3 voor me. En daar krijg ik één van de hitmarker alweer. Is neer, lekker teammate. Even reloaden hoor. Ze zijn er voor me. Oké, nice. Die hebben we. Dat is een klein beetje hardscopy. Maar dat maakt niet uit, teammates komen. Oké, er is één. Staat er nog één in die hoek hoor. En ik schiet mis. Hitmarker. Ik krijg best veel hitmarkers nu. Oh, en die stond in mijn rug. Die had ik niet door. Oké, teammates, doe het dan. Zonder mij. Jullie hebben mijn hulp nu meer nodig. En weer die klote R6. Die echt rot daar een keer mee op, jongen. Ik moet ook echt gewoon eens mijn streaks gaan aanpassen in het volgende potje. Want met deze streaks in een sniper game mode word je niet echt blij. Jongen, jij moet even je PlayStation op afsluiten. Want jij bent keihard. Maar ook gewoon keihard geowned. En jou zeg ik, vriendje, het is geen verstoppertje. Jij bent ook neer.
Zat er daar nog heen? Oh, kut. En het is al voorbij. 23 om 14. Ik vind op zich wel een heel goede score. We gingen echt lekker aan het begin. Alleen die hitmarkers kregen we op het laatste echt heel vaak. Maar we doen gewoon nog het tweede potje erachteraan. Dus ik zie je in game 2. Alright, we zijn aangekomen in een domination potje. En raad eens wat ik vergeten ben aan te passen. Mijn prachtige hoge streaks die ik aan heb aanstaan. Ik heb nog steeds de drone squad aanstaan. Dit gaat zo fout. Dit gaat fout. Die kut hitmarkers is echt niet meer leuk. Nee, ik heb nog steeds de drone squad, de sniper's nest en de fetal warship. Of hoe heet die in deze game? Aanstaan. Dus ja, hier word ik echt niet vrolijk van. Ik had beter een UAV kunnen aanzetten. Of zelf eens een RCXD. Want in de vorige pot werd ik heel de tijd aangepakt door RCXD's. Kon ik beter zelf gaan aanzetten. Kon ik even hen ermee kloten. Waarom schiet je mes? Oh my god, echt waar. Ik ben echt aan het begin, toen ik begon met snipen vandaag, ging ik echt heel goed. En nu op een of andere manier had het alleen maar bergafwaarts. En eigenlijk moet het anders gaan. Eigenlijk, hoe meer je snipt vandaag, hoe beter je moet erin worden. Alleen, het wordt alleen maar slechter en slechter. Ben ik de enige die dat altijd voor heeft met snipen? Oh, joh. Die. Ah. Ja, maar echt, dat vind ik niet leuk. Stop gewoon met springen, jongens. Jullie zijn geen paashazen. Ik weet dat de paasperiode is. Maar jullie zijn geen paashazen. Die heel de tijd lopen te jumpshotten. Met die klote snipers van jullie. Nee, niet springen, jongens. Ik spring nu zelf. Maar dat was om de hoek om te komen. En ik ben hier. Ja, bedankt. Oké, die hebben we. Oh, kut. Dat gaat zo fout. Dat zeg ik je nu al. Jongen, ik sta achter je. Oh, kut. Je hebt het door. Ja, en oh my god. Ik heb echt altijd moeite gewoon, als ze op me afkomen, om raak te schieten. En de verte... Oké, als ik tenminste raak schiet en geen hitmarkers krijg, gaat het meestal goed. Maar echt op een close afstand, kijk, zoals dit. Ze komen je pushen en dan kan ik gewoon niet meer raak schieten. Dan is echt gewoon puur geluk. En misschien gewoon geluk hebben dat je een noscope kan maken. Een vieze headglitch. Die is neer. Die gast moet van die vlag. Lekker teammates. Ik was even aan het focussen op die vlag. Want ik wil niet verliezen eigenlijk. Zo, neer. Wat staat er hier nog in? Woejoe. Wat staat er hier naast me? Niet van dichtbij schieten, jongens. Echt waar, jongen. Ik zei het net. Niet van dichtbij. Kom me niet pushen. Blijf voor op een afstand. Dan laat me gewoon een klein beetje hard scopen. Dat mag altijd. En die auto staat op... Ja, oké, hij is ontploft. Nice. Kan ik eindelijk verder. Die teammate staat daar bovenop. Die heeft het goed voor elkaar. Nou, in ieder geval... Jullie moeten niet denken dat we streaks gaan halen. Want dat gaat never ever gebeuren. Komt er nog één, komt er nog één, komt er nog één. Oké, dat was echt één vieze hardscope. We hebben geen B-vlag gepakt. Dus houd erbij dat de ronde is... voltooid en dan gewoon naar ronde 2. Oké, de tweede ronde. Ik hoop dat het beter gaat. Als we nu gewoon eens onze streaks halen, zou dat toch perfect zijn. Maar het moet ook geen... niet te veel dromen, want anders gaat het ook helemaal fout. Ik denk niet dat we echt streaks gaan halen, tweede ronde. Oké, niet doen. Zet er één op de B-vlag. Die moet eraf. Hitmarker, tuurlijk. Waarom niet? Niet op mijn B-vlag, jongens. Moet wel de B-vlag pakken, anders is de ronde weer voorbij. Dus ik ga even gewoon proberen die B-vlag te pakken. En er komt de R6D aan en er komt een enemy aan. Wajo. Ik heb de B-vlag. Ik moet hier weg. Wajo, en ik kreeg een hitmarker. Serieus, dit ging echt gewoon beast. Misschien had het mijn drone squad daar kunnen halen. Alleen gehalen hitmarken, maar ik heb echt heel goed die B-vlag gepakt. Eerlijk is eerlijk. Deze props gaan naar mij. Kom dan. Oké, nice.
Yo, had ik verwacht, want ik zag je komen op de map. Oh, wees achteruit. En, oh, lekkere kill. Echt, sommige mensen kunnen echt goed snipen, hoor. Dat mag je echt niet in onderschatten. Ah! Maar ik kan ook snipen. Alleen een klein beetje, toch? Maar een klein beetje. Is al genoeg. Die is neer. Zat er eentje tussen de busjes? Die is ook neer. Ik ga hier zo hard van mijn bakken gesniped worden. Oké, nee, ik heb hem. Meestal staat hij gewoon keihard op te wachten hier. Kom dan. Ah, hij is dood. Ik zag bloed. Die is ook neer. Die is ook neer. Die is ook neer. Die is ook neer. En ik moet reloaden. Even wachten, jongens. Die is ook neer. Oh. Ik weet echt niet wat er gebeurt. Jammer, vriend. Dat gaan we niet doen. En hier, word je nog eens gekilled. Ik ga even campen. Ik wil mijn drone squad halen. Oké, die hebben we. Moeten we nog één kill voor de drone squad? We hebben de drone squad. We hebben de snipersnest. Oh my god. Moet hier weg. Oh my god. Dit kan niet. Oh my god. Ik ging zo beast. Ik zat volgens mij serieus op een 15 streak. Dit kan niet. Dit kan niet. Oh my god. Ik hing serieus beast. Sorry dat ik even stil was. Maar ik moest me even gaan concentreren voor. Ik stond misschien een klein beetje te campen voor mijn drone squad. Maar op zich heb ik echt heel goed raak geschoten. Ook al stond ik een klein beetje te campen. Maar echt waar. Ik ben echt trots op mezelf. Ik ben trots op mezelf. Oh, kut. Dit gaat minder. Oh my god, ja, dat was echt heel slecht. Bedankt, drone squad. Nee, ik ben echt gewoon trots op mezelf. Ik heb nog nooit zo goed potje neergezet met de sniper, volgens mij. Dat moet ik wel eerlijk in toegeven. We gingen echt, volgens mij, nog op een redelijke streak. En nu ga ik echt kut. Ik ben gewoon... Hoe noem je dat? Niet hyperactief, hyforisch. Oh, dat weet ik. Ja, ik weet het woord niet. Maar ik ben echt gewoon keihard... Ik ga het hyperactief noemen vandaag. Ik ben echt heel erg hyped. Dat wil je niet weten. Niet slaan, vriend. Lekker teammate. Ik heb je leven gered. Dat er hier weer eentje boven te campen. Nou, maakt niet uit. Ik stond hier ook even... En ik ben dood. Ik pak gewoon die vlag, hoor. Dan is het potje afgelopen. 200 puntjes er nog bij. Misschien kunnen we nog een killetje krijgen. Kan allemaal. Ja, hoppa. Er is nog een kill erbij. En er is nog een kill erbij. Hey, ja, gaat hij me slaan? Echt, wat een flapdrol. Nee, we staan 60 om 28 in een sniper-only potje. Echt waar, dit is echt legit mijn beste sniper-potje ooit. We hebben de killcam niet eens. Hoe kan dit? We hebben echt zo een goede feed neergezet. Ik wil nu even eigenlijk nog zien in, tussen mijn medals op wat voor streak ik sta. Dus ik ben zo bij jullie terug. Ja, als je hier kijkt, zaten we sowieso op een 15 streak. Je kan niet zien wat je hoogste streak in game was, volgens mij. Nee, dat kan helaas niet. Maar ik weet wel dat we echt heel goed ons best hebben gedaan. Willen jullie vaker sniperpotjes zien? Misschien ook op een andere game of zo? Laat het me weten. En doe alvast zeker een duimpje omhoog voor je en te abonneren. Op belletje te drukken. En dan zijn we zo snel weer terug bij een nieuwe video. Yo.